Hoe gaat je EP heten? Ik weet niet, maar jij mag het de titel geven, man. Yes, Ed, comeback, nief. Yes, Ed, comeback, gewoon. Ja, okay. Die pokkels die ik heb gehoord, echt dik, nief. Oké, okay. Thanks, wel, bro, thanks. Ja, mensen, super tof dat jullie kijken naar de splinternieuwe vlog. Ik hoop dat jullie de vlog van vorige week tof vonden. Het is alweer de allerlaatste keer dat ik naar Fox mag om een wedstrijdanalyse te doen. Want mijn team, Team Egypte, staat in de finale tegen Kameroen. Ik heb mijn haar laten fixen bij de beste van Nederland, Poelgeest de Kapper. Thanks Jordi, we kunnen weer shinen. We gaan naar Fox, we gaan er wat tofs van maken. Vandaag in de studio met niemand minder dan Ronald de Boer. Helaas geen cup voor Egypte, tweede geworden. Thanks Fox Sports, super vet, toffe tijd hier gehad. Ik ga weg en het wordt een knallende week. Het is je boy, yes, hè? Een hele goede morgen. We gaan beginnen dus. Het is, ik zei het gisteren al, splinternieuwe week. We gaan er knallend in. En het wordt weer tijd voor nieuwe muziek. Ik weet dat ik heel veel tv aan het opnemen ben. Maar men wacht ook op nieuwe muziek. Dus, wat hebben we gedaan? Michael en ik. Michael is van Team Yeser. We hebben een schrijverskamp georganiseerd. Er komen toffe producers langs. Er komen toffe artiesten langs. Zoals, ik noem maar even, een Lange Frans. Een Ismo. Doughboy. Monsif. Ayema Isha. Dus er moet natuurlijk ook genoeg te eten zijn. Dit zijn een beetje de tussendoortjes. En s'avonds gaan we altijd met z'n allen eten in een restaurant. We gaan vette muziek maken. Dus dit wordt even een soort van schrijverskamp special. Let's go, you're now rocking with a pro. Wordt genoeg gegeten en gedronken tijdens zo'n schrijverskamp? We zijn begonnen, de eerste gasten lopen al binnen. De allereerste is je girl Roegie. Sowieso Shara de Hama, ze heeft een vette hoek meegenomen. Voor de mensen die denken, hoek, wat is het? Een refrein. Die gaat ze zo inzingen. Sowieso Shara naar Jamie, baas de bazen van de songwriters. De hele gang is er. Tommy zit in de andere studio, is hier aan het werk. Mijn homeboy Isi, die jullie vaker hebben gezien, is erbij. En dan Mattie van Roegie. Videotheken zijn twee camcams. Nou jongens, zo gaat het in zijn werk dus, hè? Zo makkelijk is het, hè? Man, dinnertime, man. Kijk, de hele gang is er. We gaan even lekker eten. Even smullen en brullen. De eerste toontjes op de hit zijn gezet. Maar nu eerst even eten. Maar wat ga je eten, Dobby? Je bent hardcore tot op 100%. Ik weet het niet. Ben, ja, vraag je, chef Kok. Wat eten we vandaag? We eten vanavond kip Bombay en teriyaki rundvlees. Wat is up, party people? We zijn onderweg, dag 2 van de schrijverskamp. Gisteren ging het echt super vet met een special thanks naar Breesman. Want hij kwam onverwachts en hij heeft echt wat bomwerk afgeleverd. Dus ik heb er heel veel zin in. Vandaag komen er weer heel veel toffe gasten langs. Ik kijk heel erg uit vandaag naar de samenwerking met Ismo. Voor het eerst dat we samen de studio ingaan. Ja, maar ik heb er heel veel zin in, man. En ik ben blij dat ik nu ook vlog, zodat ik jullie kan laten zien hoe hard we aan het werk zijn voor nieuwe muziek. Let's do this. Dag 2 van de schrijverskamp. En het is echt grappig, want gisteravond was het hier zeg maar één dikke afterparty geworden. Nadat we twee hele toffe tracks hadden gemaakt. En nu zijn we hier dus met, kijk, Michael is druk aan het werk. Michael met je yes sir hoodie. Ja, yes, sir. Man, shy, hè? Tommy heeft hier overigens geslapen. Heb je een beetje lekker geslapen, vriend? Heerlijk, heerlijk. Ja? Lekker rustig. Zonder ons allemaal, zeker. We hebben vandaag vrouwelijk gezelschap. En ik moet je zeggen, ik vind dat echt tof, man. Want in de tijd dat ik net opkwam als rapper, waren er weinig, of ik kende eigenlijk niet eens een vrouwelijke producer. En nou, jongen, ze zeiden gewoon, we hebben een chick en ze heet Donna. En hier is ze. Shout out naar je girl, Donna. What's up? Donna, want jij zingt, je rapt, je schrijft, je doet van alles, hè?
Ja, rappen niet echt. Ik zing, ik produceer en ik schrijf. Okay. Voor mezelf en voor anderen in het Nederlands en het Engels. Dus ik doe eigenlijk echt van alles. Heel vet. Nou, ze gaat ons wat dingen laten horen. Zal gaan dus in de schrijverskampen komen producers langs. Ze laten ons dingen horen. En dan gaan we proberen mooie dingen te maken. Dus laten we even horen wat voor lekkers ze heeft meegenomen. Ja man, studio sessie met niemand minder dan je boy is Mohammed. Ik ben de best en ik wil mijn money first. Vroeger ging het slecht, maar nu ben ik op mijn best. Oh, naar Israël man. Ik ben blij dat die man er is. Shout-out naar je met z'n eer man. Gezelligheid. Ah, is Mo ready voor recording? Sowieso niet, vind je het zelf van. Hoe gaat je EP heten? Ik weet niet, maar jij mag het de titel geven, man. Yes, Ed, comeback, nief. Yes, Ed, comeback, gewoon. Die pokkels die ik heb echt dik, nief. Thanks, wel, bro, thanks. Sowieso is deze track fucking hard, zijn first. Eng, man. Ik ben op mijn cash en ik wil mijn money vest. Pak het in een flash, ja, ik pak het in een flash. We maken het waar. Lang genoeg, wij gaan door vandaag tot diep in de nacht. Sorry, Tom, even. Hey. Probeer het. Oh, hij gaat door tot diep in de nacht. Van VIP naar VIP. Ja, dat kan wel. Zeker. Lang genoeg, wij gaan door vandaag tot diep in de nacht. En zo gaan we ongeveer tijdens de schrijverskamp. Dit is mijn girl Donna. Donna Lucassi. Ik had gisteren ook een soort speciale iets op de naam gemaakt. Ik ben hier met Donna Lucassi. We eten die rappers als nazi. Ik doe dit altijd met passie. En smoken ook assie. Sorry. En we hebben een gitarist hier zo waarvan ik zijn naam alweer vergeten ben. Maar dat is niemand meer eruit. David Simon. Ja, maar dat bedoelde ik. David Simon. Wie kent hem niet, dames en heren? En dan hebben we natuurlijk de girl die mijn klassieker heeft geowned. Die zo belachelijk snel richting de 4 miljoen gaat met qua views en whatever. Het is, ik ben bang, de blanke Rihanna uit Nederland. Dat is toch wel een beetje hoe we je gaan moeten noemen. Lieke van het Veer, dames en heren. Hallo. Hoe vind je het, Lieke? Heel gezellig. Je bent een gekke hit aan het maken. Ja. En met iemand met wie ik ook een stukje geschiedenis heb. Ik heb ooit met haar een soort danceprojectje gehad. Het is eigenlijk mijn grote zus. En ja, mijn homegirl, alles erop en eraan. Lynn Olsen. Hier is dus een kamer. Het zijn allemaal van die kleine slaapkamertjes waar gewerkt wordt. En hier binnen is Issy aan het werk samen met een producer. Issy is een van mijn vaste DJ's en die is heel betrokken tijdens het schrijverskamp. Dus we gaan even kijken wat hun aan het pakken zijn. Dus ik loop overal in en uit om te kijken wat voor hits er klaar zijn. Yo, what's up, Issy? What's up? Wat zijn die aan het maken? We zijn even aan het checken. Met wie ben je? Stel eerst even de homie voor. Het is C4. C4, man. Shout out aan C4 voor deze, man. Yes. Ja, maar jullie zijn wat lekkers aan het maken? Ja, we zijn eigenlijk aan het kijken nog wat voor opzetjes ik heb. En kijken of we eventueel wat daaruit kunnen maken. Oké, dan. En zit er wat geks tussen jij als welbekende DJ? Sowieso gaan we blessen, sowieso. Oké. Nog één kamer waar ik mensen wil voorstellen aan jullie. En dat is dus de grote big woonkamer. Hier werkt vooral Tommy, maar ik weet even niet waar Tommy is. Tommy is even buiten. En hier zit management. Zij zijn het management van de producer die jullie zojuist zagen. Nierenburg is ook weer een studio sessie. Dus een en al, er wordt alleen maar gewerkt. Zo, Issy en ik zijn eventjes ertussen uitgegaan. Want weet je, het ding met een schrijverskamp is op een gegeven moment zit je de hele tijd, hoor je alleen maar muziek. En soms moet je echt even wandelen, weet ik wel. We gingen even een boodschapje doen om eventjes weer even inspiratie op te doen. Frisse lucht. En we gaan nu even naar de homeboy Peter. Peter heeft hier een hele toffe restaurant bij Droomparken. En die kookt iedere avond voor ons. Oh, ja. Peter is aan het bellen. Deze lieve man hier, die kookt dus iedere avond voor ons in dit fantastische restaurant. En dan eten we lekker. Dus we gaan even doornemen wat er vanavond weer even op het menu staat. En dan gaan we weer terug naar de studio. En dan hebben ze, als het goed is, weer wat hits klaar. En dan spring ik erop en dan is het bommerig. Ja, toch? En om een beetje de mokroflever erin te houden. Is Issy Marokkaanse thee aan het maken? Ja, toch. Dus dit is een riders camp. Is natuurlijk geen riders camp als we geen Marokkaanse thee hebben. Doe eens lekker gek, jongens, in de mond van. We zijn super lekker bezig. Hebben we hier gewoon een tweede studiootje gebouwd.
Dus we hebben nu twee huisjes en er worden in twee huisjes muziek gemaakt. We gaan zo belachelijk hard en lekker. Oké, man, we hebben dus iedereen met zo'n Yes Sir shirt geblest, man. Check hier. Kimono Mandem is ook in de building. Kimono, gooi even een shout-outje hier zo. Storen midden. Wat heb je aan? Wat heb je aan? Yes, man. Ja, shout-out. En Liga. Liga pept hem ook. Kan gewoon, man. Bam. Ja, je moet de boel zelf een beetje schoon houden, jongens. Is het nog een keer, zeg maar. Dat is wel zwaar, man. Super lekker nog steeds. En we hebben niet alleen rappers op bezoek, maar ook bekende. Hé, hey, ik ben ook een rapper geworden. Oh, je bent ook een rapper. Flippen. Acteur, alles. We zijn er gewoon. Yes, Ed. Ja, man. Shout out naar Ani, man. Een Mattie die me komt supporten. Gezelligheid. Ja, Ani, ik heb altijd al gezegd. Je bent eigenlijk een alles. Een rapper, kapper. En daarom moeten wij ook een track gaan maken, toch? Ja? Ja, tuurlijk. Eerlijk, vind je dat wij een track moeten maken? Ja, of nee? Graag iemand de reacties. Het is je mooi, toch? Ja. Oké, we zijn met twee camera's aan het filmen. Met mijn vlogcamera en die van Ani Hanna. En ze vinden het raar dat ik deze knoert zo in mijn mond kan maken. Ik vind niet raar. Je bent gewoon een dier, dus laat maar zin. Check. Kijk, en het ergste van alles is, hij eet jouw eten. Mijn eten. Inmiddels is het ergens 3:45 of zo, diep in de nacht. Deze man is helemaal vanuit Frankrijk gekomen. Jouan, pour les Français. De diva der divas, dames en heren, hier is hoor. Groet de mensheid, I am Aisha. Hallo, ben je aan het vloggen of zo? Ja, toch? Oh, dat is niet wat leuk. Hoi. Dag 4 van de Schrijverskamp en vandaag weer bezoek van heel veel toffe artiesten, producers. We beginnen met een dame in kwestie, want je moet altijd met de dames beginnen. Verder songwriter, zangeres, alles erop en eraan. Shout out naar je girl Carlijn. Hallo. Kev Cody is erbij. Weet het, je moet de Young Goons ook hebben hier zo. Zo man, Kev Cody in the building. Gang gang, shout out naar Jesse man. Shout out naar jou man. Deze mag een gekke doen en dingen doen dit jaar. Want hij is onder begeleiding van The Legend. In mijn ogen misschien wel de beste rapper van Nederland. Lange Frans. Hoi! Frans, weet je hoe vaak ik jou die complimenten heb gegeven? Beste rapper van Nederland, hè? Het doet me elke keer goed, hoor. Ik vind, ja. Je hoeft er ook niet mee te stoppen. Je mag het gewoon blijven zeggen. Ja, dames en heren, sorry, dit is Ze jagen naar de schatkist, maar niemand weet waar de schat ligt. Je zaken zijn niet langer te verdragen door het daglicht. Ik hou van als het vochtig is, soms heel vroeg en ochtend is. Vlees eten, maar ik fok met vis, kan je wifi switchen naar de domme bitch. Nou, je bekken geef me her, baby. Ja, ik denk dat je er even wat strak kan inkomen. Ja. Oké, vandaag een dikke track gemaakt met Lange Frans en Chiva op de beat. Chiva heeft vorig jaar ook met track met Lijpen geproduceerd. Shout-out naar Chiva. Logisch. Ja, man. Het is een platinum boy, man. Pak de gouden plaat. Goed dat hij er is. Ook sowieso SO naar deze half Egyptische van Mokro. Landgenoot, dubbele landgenoot gewoon. Ja, man. Shout-out naar jou. Thanks voor vandaag. En nu is Young Money a.k.a. Monsif bezig. Die is mooie dingen aan het maken. Schatje moest eens weten, zo zit het me tegen. Zou met je willen zijn, ook al stond ik hier in de regen. Niemand kan je breken, het is niet vanzelfsprekend. Succes in het leven, wordt niet gegeven. Komt die aan dan. Ik weet, alle mooie dingen die je tegen me zeiden. Nog steeds, nee ik wil niet anders, je hebt mij gevangen.